Plurijn staat met ruim 150 woonlocaties en 10 grote locaties midden in de maatschappij. Het gebied strekt zich globaal uit van Apeldoorn in het noorden tot Venlo in het zuiden en van Tiel in het westen tot Doetinchem in het oosten. Jongeren, jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij Plurijn terecht voor ondersteuning, begeleiding en behandeling. Bijvoorbeeld bij een licht tot ernstig verstandelijke of lichamelijke beperking en gedragsproblemen. Hierbij geeft Plurijn antwoord op de meest complexe zorgvragen. Iedereen kan bij ons terecht voor behandeling en ondersteuning. Onze programma's richten zich op het zo zelfstandig mogelijk leren leven vanuit de eigen mogelijkheden. Voor jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking is zelfregie ontzettend belangrijk, zodat ze zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen leven. Zelfregie is belangrijk voor mij, omdat ik ook zelf wil bepalen wanneer ik bijvoorbeeld naar familie ga of boodschappen ga doen. Ik mag niet alles zelf beslissen, bijvoorbeeld mijn bedtijden niet of wanneer ik moet douchen. Maar dat wordt met begeleiding en met mij en mijn ouders besproken. Werken met mensen is vaak leuk en dankbaar. Als je bij ons je stage loopt, ga je een dynamische tijd tegemoet. Je behandelt, begeleidt en activeert. Je kan veel uit deze doelgroepen halen. Als stagiair krijg je bij Plurijn alle ruimte om aan de benodigde competenties en beroepstaken te werken. Dit doe je samen met je werkbegeleider en je collega's. Daarmee voer je begeleidings- en beoordelingsgesprekken. Studenten krijgen competentiegericht onderwijs en een van onze taken samen met de werkbegeleider is om ervoor te zorgen dat het competentiegericht leren van de student meegenomen wordt in het competentiegericht werken, wat we hier binnen Plurijn hanteren. Wat ik mooi vind aan competentiegericht werken is dat we echt kijken naar wat de cliënt kan en hoe we die competenties van de cliënt in kunnen zetten. Voor de stagiaires die net nieuw komen op de groep, die krijgen soms zo enorm veel nieuwe ervaringen in het begin. Want meestal is het hun eerste stage sowieso in het werkveld en nog de eerste met deze doelgroep. En dan is het soms best wel schrikken van het gedrag wat sommige cliënten hier laten zien. En voor de stagiair is het ook moeilijk om daarmee om te gaan. Dus daar begeleiden we ze ook in. Ik ben de moeder van Laurens. En Laurens is 25 jaar. En hij woont nu sinds 3 jaar verblijft hij hier op de Winkelsteeg. Heel in het begin was ik ook wel heel erg geschrokken van sommige cliënten hier. Maar je leert en je went eraan en je leert ze ook kennen en begrijpen. En dat scheelt ook een heleboel. Om te kunnen werken met ernstig meervoudelijke beperkte cliënten is heel erg belangrijk dat je kan inleven in de cliënt en dat je geduld hebt. De cliënten met EMB kunnen vaak niet goed communiceren. Het is daarom heel belangrijk dat wij als begeleiders ze leren te lezen. Als je in de opleiding zit, is het heel belangrijk als je met deze kinderen gaat werken om de rust te bewaren. De kinderen vinden het heel belangrijk om rust, ritme en regelmaat te hebben. 1-op-1 aandacht is heel belangrijk voor ze. Je moet een kind leren kennen. Elk kind zal communiceren. Alleen het ene kind zal het doen met geluiden, het andere kind zal het doen met een grimas, mimiekveranderingen, oogopslag. Ik werk met de doelgroep ouderen, in de leeftijd van 50 tot hoogbejaard. Het zijn ouder wordende cliënten, dus er komen veel lichamelijke problematiek komt erbij voor. Ook heb je te maken met dementie en een stukje psychiatrie. Daarnaast zorg ik dat de cliënten sociale contacten blijven behouden met familie, vrienden of andere cliënten binnen de andere instellingen. Je krijgt voldoende mogelijkheden om aan je competenties en je persoonlijke leerdoelen te werken. Dat kan bij de afdelingen wonen, dagactiviteiten, dagbehandeling, ambulante begeleiding en bij de maatschappelijke ondernemingen. Je bent onderdeel van een team. Afhankelijk van je niveau en leerjaar voer je de taken begeleid of zo zelfstandig mogelijk uit. Nou, wat je nodig hebt om hier te kunnen werken, dat is eigenlijk heel goed kunnen luisteren naar jongeren. Daarnaast is het belangrijk dat je gedrag kan vertalen. Dus wat zie ik
En wat zie ik een jongere doen en wat betekent dat eigenlijk? En het is heel belangrijk dat je dove oren hebt en een gladde rug. Dus niet reageert of je niet persoonlijk aantrekt van wat er gebeurt. De vaardigheden die je als stagiaire nodig zou hebben om hier stage te lopen, is denk ik allereerst dat je je heel leergierig kunt opstellen. Er is zoveel om te leren, dus sta daar dan ook open voor. En de vaardigheden die ik zelf heb gebruikt zijn mijn doorzettingsvermogen. Geduld is ook heel belangrijk bij deze doelgroep. En openstaan voor nieuwe dingen, want iedere dag die loopt weer anders. Over het algemeen vraagt het heel veel van begeleiders. Je moet stevig in je schoenen staan. Je moet er ook tegen kunnen dat cliënten boos of agressief worden. Je moet er ook tegen kunnen dat cliënten soms ook helemaal in de war zijn. Soms ook wel psychotisch worden. Voor ons is het al heel normaal dat er gescholden wordt en dat soort zaken. Maar we hebben ook te maken met redelijk wat fysieke agressie. Waarin ook fysiek gehandeld moet worden. Dus waarin jongeren fysiek begrensd moeten worden. En zelfs soms afgezonderd moeten worden. Je moet ook goed in staat zijn om te rapporteren. Dus ook een goed verslag te maken over hoe het met de cliënt gaat. Want dat ga je ook met elkaar bespreken en dan ga je ook nieuwe doelen uit formuleren. Want daar ga je dan verder mee aan de slag. Wat ik belangrijk vind wat een medewerker moet kunnen, is goed luisteren naar wat die cliënt wil, zeg maar. Wat begeleiders niet moeten doen bij mij is mij niet serieus nemen met de dingen wat ik heb en dingen achter mijn rug regelen. Dus ik heb liever iemand die mij serieus neemt, goed naar me luistert en mij helpt met dingen waar ik moeite mee heb. Ik vind het belangrijk dat de begeleiders goed kunnen luisteren en als ik het niet goed begrijp, dat ze mij nog een keer uitleggen. Stage lopen bij Plurijn betekent dat je in een uitdagende en krachtige leeromgeving werkt aan de ontwikkeling van je beroepscompetenties. Je krijgt deskundige begeleiding en alle ruimte om je eigen leerproces vorm te geven. Zo kom je als startende professional goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt en misschien wel bij Plurijn zelf. Ik ben hier begonnen als stagiaire in het derde jaar van mijn studie pedagogiek. En na een jaar stage ben ik eigenlijk blijven hangen en nu werk ik vast op de groep als persoonlijk begeleider. Ik ben in 2002 gestart als BBL'er. Ik heb de opleiding verpleegkundige gedaan en daarna heb ik hier een vaste baan gekregen. De doelgroep is heel erg dynamisch, heel erg uitdagend en geen enkele dag is hetzelfde en dat maakt het werk ook heel erg leuk. Ja, wat ik vooral leuk vind aan dit werk is dat je er voor de cliënt bent. Je kunt ze helpen met wat ze zelf niet meer kunnen. Je neemt een stukje zorg van ze over. Ik vind het heel mooi in deze doelgroep dat ze puur en zichzelf zijn. Ze passen zich niet aan een ander. Ze zijn gewoon wie ze zijn. En als ze het ergens niet mee eens zijn, dan laten ze het gewoon merken. Als ze iets leuk vinden, laten ze het merken. En dat is het. Er zijn geen bijgedachten. Ze zijn gewoon wie ze zijn.